Fabian, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het knap vind dat je hier staat. Want je zit er echt helemaal finaal erin volgens mij. Ja, tuurlijk. Ik maak een fout. En ik denk dat we de eerste helft uitvoeren wat er van ons wordt gevraagd. We creëren kansen. We geven niet heel veel kansen weg. En ik maak een fout en dat is de ommekeer. En ja, het lijkt me duidelijk dat ik daar... dat ik daar kapot van ben. Hoe voelt dat dan? Ja, zoals ik zeg, ik voel me verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk naar mijn medespelers, naar de trainer, naar ja, iedereen die bij NAC betrokken is. En kan zeggen dat je het als team doet, en et cetera. Maar dit is mijn verantwoordelijkheid. Fouten maakt iedereen wel eens. Alleen het moment, hè, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Want NAC zit al in een hoek waar de klappen vallen. Het enige wat ik wilde was weer spelen. En dan krijg ik de kans om te spelen. En dan moet je het laten zien. Zo simpel is het. Dat is topsport. En dan moet je niet zulke fouten maken. Komt het goed met NAC? Tuurlijk komt het goed met NAC. NAC is een grote club. NAC... Ja, NAC heeft hartstikke veel potentie en dat moet eruit komen en dat komt er nu niet uit. En dat is kloten. En vandaag vind ik dat we, je kan zeggen wat je wil over RKC, maar de eerste helft denk ik dat we gewoon een redelijk goede wedstrijd spelen. En dan... NAC domineren? NAC domineren, we creëren kansen, we raken de lat één of twee keer. En dan... Ja, dat draait de hele wedstrijd om. Hoe ga je hiermee om persoonlijk? Hoe ga je dit aan de kant schuiven, vergeten, deze fouten, deze wedstrijd? Dit gevoel? Nou ja, nog eens, ik doe topsport. Ik word ervoor betaald. Maar praat je met je vriendin? Praat jij tot God? Weet ik. Ik weet niet hoe je dat verwerkt. Ja, beide. Ik geloof in God. En... ik denk ook dat me gaat helpen. Mijn vriendin, mijn familie, die steunen me altijd. Die hebben me de afgelopen periode gesteund. Die zullen me nu ook weer steunen. En voor mij is het, nu moet ik laten zien hoe sterk ik ben. En daar ben ik niet bang voor. En ik geloof ook dat ik dat ga laten zien, absoluut. Maar vandaag voel ik me verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.